Rom! Oh, oh, wat op. Oh, nee. Het is tegen Nathan zeggen hoor. Nathan! Ja, kom er maar in! Warming up, we gaan beginnen. Ja, dit vind ik heel tof. Hier heb ik ook weer naar uitgekeken. We gaan zitten in een soort van drumstelpositie. Je gaat zitten, ja. En verbeeld je eens in, visualiseer eens met mij mee, dat er voor jou een heel drumstel staat. Dan zet je je rug ietsje rechter in een squatpositie. En dan gaan we rustig beginnen over 3 seconden met drummen. 3, 2, 1. En... En blijf laag, hè, in die squatpositie. En gebruik die drums. Oh, wat klinkt dit goed, hé! En gebruik je voet. En gebruik je voet. Tik, tik. Kan je je teen een beetje omhoog brengen? Tik. Ja, in die squat, hè. Dus laag zitten. Voel je het in je bovenbeentjes? En kan je nu ook je teen omhoog doen? Ja, dat is lastig, hè. Tik, tik, tik. Tik, tik. Hou vol. Tik, 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 tik. Sneller, sneller. Kom maar. Tak, 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 tak. Woe! Tak. Alsof je stok in je handen hebt. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Bang! Ja, de warming-up is voorbij. 30 seconden. Heel goed, we zijn klaar om te beginnen. Deze oefening heb ik echt naar uitgekeken. Want ik wil namelijk heel graag een keertje samen met jou thuis, ja echt waar, wil ik een keer gaan tennissen. En dit is de mogelijkheid. We gaan met elkaar, tegen elkaar gaan we tennissen. Gebruik zoveel mogelijk tennistechnieken. Doe dat niet vanuit deze positie, maar altijd vanuit gedraaide positie. Dus bijvoorbeeld even zo'n slag, even draaien voorvoeten en weer terugslaan. En dan spelen we met elkaar. Wat leuk, jij thuis en ik hier in mijn huiskamer. Yes! 3, 2, 1, ik zit weer. Haha! Boom, komt-ie! Ja, kom maar. En we gaan slaan. Goed zo, Lavetsi. Op je voorvoetjes, Lavetsi. Doe eens even lekker zijwaarts. Juist, goed zo. En blijf bewegen. Backhand. En voorhand. Woehoehoe! En nog een keer. Wat ben je goed aan het tennissen. Keurig. Oeh! Hé, je gaat nu moeilijke ballen spelen. Oké, is niet erg. Is niet erg. Poef. En weer terug. Pas. Ho, de bal is weg. Ik heb service. Boom, komt-ie. Ja, goed zo. En weer terugslaan. Op je voorvoeten. Blijf op je voorvoeten wegen. Bam. Ik ben echt de nieuwe Federer. Hoppakee. Wie ben jij thuis? Ik ben Nadal. Nadal, goed zo, Lavetsi. Ken jij nog meer tennisnamen? Dubbelhandige backhand. Boom. Goed zo. Woe, goed zo. En blijf slaan, hè. Blijf doorgaan, hè. Een minuut is lang. Op je voorvoeten. Even wat lager de bal pakken. En wat hier pakken. Hoppakee. De ballen komen sneller. De ballen komen sneller. Kom maar, terugslaan. Boef. Dubbelzijdige backhand. Bam. Nog 4 seconden. Woe. 3, 2. Winnende punt. 1. Oh. Goed gedaan. Je hebt het winnende punt gemaakt. Weet jij wat wij zijn? Het is misschien even nadenken en lastig. Maar wij zijn sumo-worstelaars. Wat we gaan doen in de volgende oefening is een sumo-worstelaar nadoen in de vorm van een squatbeweging. Over 3, 2, 1. Laat de beste sumo-worstelaar zien die je kan zijn. Boom, squatten, voet omhoog. Squatten, voet omhoog. Bam, boom. Alsof we bezig zijn met de Olympische Spelen. Je staat in de finale. Oh, kijk er maar een beetje stoer bij ook. Je hoeft bij deze niet te lachen. Wow. Bang. Oei. Oei. Vroeger speelde ik altijd Street Fighter. Daar zat Honda in. Was ook een sumo-worstelaar. Die kon de 1000 klappen. Ta 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 ta. Hoi. Boom. Hoi. Boom. Hoi. Boom. Hansje. Hoi. Hoi. Hansje. Hoi. Hansje. Ha. Hey. Boom. Stoer kijken, Lavetsi. Hoi. Hoi. Als je de ring in gaat. Hou vol, hè. Laag zitten. Nog 10 seconden. 10 seconden. Heel goed, laag zitten. Hij is zwaar, hoor. Omhoog je voet en laag in de squat. Omhoog, laag in de squat. Hoi. Hoi. 1. En. Boi, hoi, hoi, hoi. Nee. Oh. En we zijn aangekomen bij een rustpunt.
periode, jazeker. En we zorgen natuurlijk weer voor de dagelijkse entertainment. En we hebben een mop van Lavetsi. Let's go. Een olifant en een zebra willen oversteken. Gaat de olifant oversteken over het zebrapad? Zegt de olifant, waarom kom je niet? Zegt de zebra, ik ga niet over mijn eigen broer lopen. Hartstikke leuk, Lavetsi. Heb ik er ook nog eentje, als we het toch over... Papa heeft een raadsel volgens mij, toch? Ja, ik heb een raadsel. En wat superleuk dat jij gekozen hebt voor een zebra. Want mijn raadsel gaat namelijk ook over een zebra. Wat is namelijk de reden waarvoor een zebra strepen heeft? Omdat de stippen zijn uitverkocht. Omdat de stippen zijn uitverkocht. Hij komt hem al. Omdat de stippen zijn uitverkocht. We gaan maar door naar de volgende oefening. Hallo, ik had ook een keer een mopje. Ik zie wat jij niet ziet. En het heeft te maken met een kleur. De volgende opdracht is heel tof. Je hebt je hele huiskamer nodig. We gaan namelijk een opdracht doen waarin ik een kleur noem. Als ik bijvoorbeeld zeg roze. Dan ga je op zoek, Lavetsi, ga jij eens op zoek naar roze om je heen? Op zoek naar roze. Dan tik je aan. En dan kom je terug op de plek waar je nu staat voor de televisie. 3, 2, 1. Ik zie wat jij niet ziet en het is rood. Wow, op zoek naar rood. En als je hem hebt gevonden, kom je weer terug hè, voor de televisie. Lavetsi heeft in ieder geval een punt. En blijf actief meedoen. De volgende kleur die we zoeken is... wit! Lavetsi, kan je het vinden? Ja, ik heb het. Kan jij het thuis vinden? Wit! Ik heb 2 punten. Blijf dribbelen. Oké, de volgende kleur. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... geel! Wow, zoeken naar geel. Ja, netjes. Oei. Hoeveel heb je er al gevonden? De volgende kleur die je moet gaan zoeken is... oranje. Zoeken. Nog 10 seconden en dan gaan we nog voor 1 kleur. En die kleur is... goud. Maar er is nergens goud. Ja, dan moet je zoeken. Zoek naar goud in de huiskamer. Heb je iets goud? Ik heb hem! Misschien je medaille van de sportweek. De medaille van de sportweek. Ik heb hem! Heb je goud? Ja. Netjes, oké. Wat een geweldige oefening was dit. Hoeveel kleuren heb jij gevonden? Laat ons weten. Hashtag zetsport@hope. En dan krijg je misschien van ons wel een... likey! Sowieso, dank je. Je ziet dat wij een pennetje en een papiertje in onze hand hebben. Maar we gaan deze keer niet tekenen. We gaan deze keer niet tekenen. Je mag namelijk het papiertje eventjes frommelen. Alsof het een balletje wordt. Wat we gaan doen, straks gaan we achter de pen proberen dit propje, balletje, noem het wat je wil, in de basket te gooien. Maar als je mist, moet je opdrukken. 1 keer. Zeker. En als je raakt, ga je hem zo snel mogelijk weer halen en kom je zo snel mogelijk weer terug. Kijken hoeveel jij scoort binnen een minuut. Yes! Oké. 3, 2, 1. Ja, wedstrijd, Lavetsi. Oh, opdrukken moet je, Lavetsi. Opdrukken. Oh. Ja. Oké. Gaat hij goed thuis? Nee, opdrukken! Ja! 1-0. Oh. 2-0. Oh, hij is kwijt. Mijn propje is kwijt. Waar is mijn propje nou? Waar is mijn propje papa, nu? Oh. Ik wil gooien. Oh, sorry. Ik was mijn propje kwijt. Ja! Score, waar is die pen? Oh, wat een valspeler is die Lavetsi. Ja! Waar is die? Goed zo. Jij bent... Hoe lang is het nog? Hoeveel heb je gescoord thuis? En gaat het goed? Gaat het snel? Ho! Basketbal en Nathan. Oh! Shee! Ja, ga door. Kom maar. 4 al erin. Oh, opdrukken! Bam. Nee! Hoe lang nog? Nog 10 seconden. Kom op, nog 1 keer scoren thuis. Nee! Oh. En het is gedaan. Hey. Schotklok. Anders zat hij. Ja, dat zou ik ook zeggen. Hoeveel heb jij er gescoord? Ik heb er 6. Nou, ik heb er 3. Heb jij er 3? 2. Ik heb er volgens mij ook geen 6. Wat we nu gaan doen is echt ontzettend stoer. Lavetsi, let op. Wij zijn gecamoufleerd. En we zijn soldaten. Heb jij jezelf al gecamoufleerd? Doe maar even zo.
dezelfde kleur als de struiken? Dan gaan we eerst beginnen met marcheren. Kom maar, marcheren, marcheren. Op de plek, op de plek. Juist, marcheren. En neem je armen goed mee. En je bent een echte soldaat, hè? Kom op, hè? Marcheren, lavetsje. Kom maar. Knie omhoog. Huppa. En jij thuis ook? Keurig. En let op, volg mij. We zijn namelijk al begonnen naar de grond. Ja, en dat noemen ze in legertaal tijger. Kom maar, tijger. Blijf met je borstbeen een beetje omhoog. En dan ga je met je ellebogen zo, goed zo, laag blijven zitten. Laag, goed zo, lavetsje. Lavetsje heeft zelfs de moeilijke variant met zijn benen omhoog. Wow, blijf tijgeren. Blijf tijgeren. Blijf tijgeren. Kom, lavetsje, hou vol, jongen. Omhoog, blijf kijken naar voren. Goed zo, soldaat. Oké, en dan gaan we omhoog. Goed zo. En dan gaan we sluipen, lavetsje. Sluipen, laag zitten door je knieën. Sluipen door het bos heen. Door het bos naar de struiken. En het mooie is, we zijn dezelfde kleur als de struiken. Dus we zijn groen. Oh, netjes. Niemand ziet ons. En dan gaan we naar de laatste 5 seconden, lavetsje. En dan gaan we nog even klimmen. Klimmen, kom maar. We moeten die muur over. Snel, lavetsje. Hup, 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 hup. Spring over de muur. En dan is deze oefening voorbij. Een minuut lang. Even. Ik doe hem nog even. Soldaat gevoed. Lavetsje gaat nog even door. Goed gedaan. Oké, en we zijn aangekomen bij de volgende oefening. En dat is uiteraard de Bob Ross oefening. Ja, die kennen jullie niet, maar dat was een geweldige schilder. En die had ook een heel mooi kapsel. Wat we gaan doen is... Mijn opa is heel goed in schilderen. En jouw opa kan ook heel goed schilderen, dat klopt inderdaad. En wat we gaan doen is, we gaan straks planken. Als het goed is, heb je in de tussentijd even een papiertje gepakt. Die hebben we alweer voor ons klaargelegd. En we gaan nu een vrije tekening maken. Dus geef de creativiteit de vrije hand. Zorg ervoor dat je een mooie tekening maakt. De vorige keer hebben wij hele mooie tekeningen gezien, Elevatie. Ja. Van alle kinderen in Nederland en in België die allemaal iets moois voor ons gemaakt hebben. Gaan we nu weer doen. De tijd gaat lopen na 3 seconden. 3, 2, 1. En dan gaan we. Vanuit de plankspositie ga je een mooie tekening maken. Ik ben heel erg benieuwd wat ik ga tekenen. Wat ga jij tekenen? Heb je kunnen bedenken wat je ongeveer gaat maken? Of zie je wel wat er gebeurt? Nou, ik ga alvast beginnen, hè. Ik ga alvast beginnen. Zo, hé. Ik ga tekenen wat ik het allerliefst doe. Daar dacht ik al gelijk aan toen ik deze opdracht moest gaan doen. Wat doe ik het allerliefst? Ja, ik eet graag. Ga ik misschien een appeltje maken? Of misschien een banaan? Maar ik wil toch wat anders doen. Hup, zo, zo, zo. Oh, dit is gaaf zeg. Dit is gaaf zeg. Oh. Ja. Ja. Ja, hou vol hè. Het is een minuut hè. Jemige. En dat hebben we ook wel nodig als je een mooie tekening wil gaan maken. Heb je nodig. Goed zo, lavetsie, blijf staan. Oh, ik zie al wat jij gaat maken. En wat ben jij thuis aan het maken? Nog 10 seconden. Kom op, hou vol hè. In de plank. Hou je knieën van de grond af. Die mogen niet op de grond komen. Hartstikke idee. Pats. Hup. En ik ben klaar! Yo! Zo, ik ben heel benieuwd wat jij thuis hebt getekend binnen een minuut. Lavetsie, wat heb jij getekend? Ik heb een vliegtuig getekend, Dennis. Geweldig, laat me even zien thuis, dat vliegtuig. Even goed laten zien. Ja, schitterend man. En ik heb getekend wat ik het allerliefst doe. En dat weten jullie ondertussen, dat is voetballen. Maar het grappige is, ik heb jou getekend in mijn tekening die een doelpunt maakt. Daaronder zie je een handtekening en die heb ik ook speciaal voor jou gemaakt. En Lavetsje ook op zijn tekening, ja. Want je kan deze tekeningen namelijk winnen. Als je een leuke video of foto stuurt van je eigen tekening, kiezen wij er een uit. En dan kunnen deze misschien wel van jou worden. We gaan limbo dansen. En dat kan een beetje met een swing, hè? Dat kan een beetje met een swing. En dat touw gaat steeds lager. Wij hebben hier voor de makkelijkheid een stok, maar jij doet het gewoon met je onzichtbare lijn. Oké, Lavetsi, de tijd gaat nu in. Ja, kom maar, we beginnen hoog, hè? Goed zo, jongen, laat eens even zien. En dan mag een beetje swing bij, hè, Lavetsi? Laat die heupjes even. Ja, ja. Belangrijk bij limbo dansen is, wacht even, Lavetsi, is dat je lichaam eerst gaat en daarna pas je hoofd. Dus je loopt eerst met je lichaam en dan met je hoofd. En nu gaat hij wat lager, Lavetsi. Zet je voeten wat breder. Als je voeten wat breder zet, ja, dan kan je er onderdoor. Wow, zie je dat? Ja, zet je voeten wat breder. Tak, tak, tak. Oh, het lukt hem! Lukt het hem op deze hoogte? Limbo dansen, hoor je die heerlijke Caribische muziek ook op de achtergrond? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ja, heel goed, Lavetsi. En de laatste. Oh, 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 ja! Geweldig, kerel. Hadden wij al tegen jou gezegd dat we het fantastisch
fantastisch vinden dat je dit hebt meegedaan aan de Zefsport at Home Workout. Geweldig gedaan. Als je nu dit niet zo heel zwaar vond, dan kijk je hem 2 keer of 3 keer of 4 keer. Zeker weten. En dat kan natuurlijk op het YouTube-kanaal van Zefsport. Je kan ook meerdere keren kijken. Ja, je kan zoveel kijken als dat je wilt. Maar dan moet je echt Popeye zijn. Dan moet je echt wel heel sterk zijn en heel veel spinazie eten. Dat hebben we vandaag benoemd. Ja toch? Dus misschien vanavond wel. Tot de volgende keer weer. En dan zien we elkaar weer in hele fitte toestanden.